We zijn er weer, de SGA-dagen. Het is de tweede dag. Binnen gebeurt alweer van alles. Ik ben al even bezig kijken. Ik heb er zelf heel veel zin in. En we gaan ook even kijken of we wat jonge bezoekers tegenkomen vandaag. Want ik ben zelf wel benieuwd of zij ook zo'n beurs weten te vinden. En of ze een toekomst voor zichzelf zien in het schildersvak. Dus komen jullie mee, dan gaan we een kijkje nemen. En Ruben, waarom ben je hier naartoe gekomen? Ja, een vriend van ons die werkt bij hoogwerkers. En papa wou ook heel misschien, want hij wil 2 hoogwerkers kopen. En wil je later zelf ook in de hoogwerker zitten? Heel misschien, ik weet het nog niet zeker. Misschien in die. Jij bent een jonge schilder, neem ik aan? Ja, ik loop stage bij mijn vader. Hoe oud ben je? 21. 21. En je ziet jezelf dit de rest van je leven wel doen, of dat weet je nog niet? Ja, eigenlijk wel. Het vak heeft best wat jonge mensen nodig, er is een tekort. Jij bent er in elk geval eentje van. Wat kan de branche doen om meer jonge mensen enthousiast te krijgen? Meer reclame erover maken. Ja. Nog meer? Ja, vanuit onze school gebeurt dat ook niet super vaak. Maar... Nou, misschien kun jij even zeggen wat er zo leuk aan het vak is. Ja, het is gewoon, je komt overal, het is gewoon, in de zomer ben je altijd buiten. Het is gewoon, ja. Het schildersvak is eigenlijk een beetje continu vakantie vieren. Ja. Nou, ik wens je veel plezier dan. Ja, hetzelfde. Dankjewel. Ja, je bent zelf nog best wel een jonge schilder. De branche is naast op zoek naar nog veel meer jonge schilders. Wat kan de branche doen? Wat kan de branche doen? Kijk, weet je, de meesten die willen allemaal leren, doorleren. Alleen er zal een verandering moeten optreden om te zorgen dat jongens in plaats van helemaal door te willen leren, het weer terug eigenlijk gaan naar wat het vroeger was. En dat is veel met de handen werken. Ik denk dat er wel gezocht moet worden naar plaatsen waar de jeugd veel komt. En om daar reclame te gaan maken, dat ze inderdaad met zijn handen moeten gaan werken. Nou, jonge schildertje ziet dat het kan. Hij heeft een eigen bedrijf en het gaat hartstikke goed. Dus best een aantrekkelijk ambacht volgens mij. Welkom. De top zijn in duurzame verf. Dat is ons credo. En op deze beurs laten we zien dat we als importeur van beumen ook de top zijn in transparante houtbescherming. En ons credo daarbij is show them, don't tell them. En dat laten we graag even zien aan tafel. Nou, daar zijn we dan. Bij de tafel, een van de producten die we laten zien is de lignosteen UV van Beumen. Dat is een watergedragen lijnoliebijt die ontzettend mooi in het hout trekt en gewoon niet bladdert. Ontzettend makkelijk te verwerken vanaf 2 lagen en je hebt dus gewoon helemaal geen primer nodig. Ja, dan ruik je eigenlijk alleen maar olie en weet je dat product gaat lekker in het hout trekken. Het schildert makkelijk weg. En het trekt heel goed in het hout. En je ziet eigenlijk die mooie transparantie van het product. En je ziet ook, je kunt er ontzettend snel mee verven. Ideaal geschikt voor toepassing op Douglas, Larix, geïmpregneerd vuren, thermisch gevonificeerd hout en zeden. En het mooiste van het product is, het is 70-80% biobased. Daarnaast laten we de Sunkey Jetmat zien. Voor interieurtoepassing. Deze gaat de vergeling en verkleuring van hout tegen. Is bijvoorbeeld ook hierop toegepast. En die leveren wij in kleurloos, white finish en een aantal andere mooie wasjes. En dat laten we zien op een stukje populaire triplex. Deze staal is natuurlijk nat. Maar vergelijken wij hem met een reeds behandelde staal. Dan zul je zien dat hij heel mooi mat is. En heel mooi het natuurlijke oppervlak van het hout blijft zien. En voor een extra slijtvaste afwerking zou je bijvoorbeeld de Sherwin-Williams Lakva Top 10 toe kunnen passen. En dat is een 1-componenten matte biobased aflak. Biobased en watergedragen hebben de toekomst. Vaker is het vooroordeel dat ze veel duurder zijn en dat het ongemakkelijk is. Het tegendeel is waar. Je kunt er heel vaak efficiënter en sneller mee werken. Een dag hoogwerkenkosten mee besparen. Bovendien de gezondheid en het milieu. Nou, wij willen laten zien dat een beurs om meer draait dan alleen maar hapjes en drankjes. En dat je ook, wij willen graag kennis toevoegen en laten zien dat groen gewoon doen is. Dus wil je groener en efficiënter gaan werken, komen we graag met je in gesprek. We staan hier met een trotse uitvinder, denk ik. Ja, zeker. Het is een mooie beursdag. Mooi om ons nieuwe product te introduceren op de schildersmarkt.
Het is een nieuwe dubbele kraag, wat ervoor zorgt dat je de verf afstrijkt. Wat ervoor zorgt dat het verf direct afloopt naar binnen. Kan iets uitstoot zijn naar buiten, maar dat is eigenlijk bijna niet meer haalbaar. Twee terugloopgaten, wat ervoor zorgt dat de verf terugloopt. Je drukt je deksel erop, rust op je buitenrand, binnenrand blijft vrij. Volgende dag trek je deksel af, je kan gerust weer verder schilderen zonder velvorming of andere irritaties. Dus verschil dus een eind na al het geemmer, zeg maar? Voor onze mening wel, ja. Dit is echt een probleem dat jullie zelf in de praktijk tegenaan zijn gelopen. Ja. En waar jullie dus zelf als schilders zijn een oplossing op verzonnen hebben. Dan ga ik even flauw doen. Ik zie dat die wel van plastic is. Tegenwoordig hoor je veel over duurzaamheid. Ja. Kun je dat wel verantwoorden, een plastic emmer in deze tijd? Het is deels van gerecycled plastic wordt ermee verbruikt. Het grote voordeel is, je kan er langer mee schilderen. Dus je hebt minder snel een nieuw bakje nodig. Vrouw in de mannenwereld of is dat een flauwe opmerking? Nee, is toch nog wel zo. Ja, ja. Ondanks alle redenen dat je wel probeert om het normaal te laten zijn, blijft het natuurlijk gewoon nog steeds wel apart. Ja. En wat is het mooie aan het vak voor jou? Het resultaat en dat je toch altijd weer wat moois mag achterlaten en de mensen echt een plek van thuis kan geven. En wat voor soort schilderwerk doe je? Ja, eigenlijk binnen, buiten. Allround? Ja, allround. Eigenlijk wat alle mannen gewoon doen, dat doen we ook gewoon, ja hoor. Huh? Sinds 4 jaar dan voor mezelf. Denk je dat er een vooroordeel bestaat onder meisjes en vrouwen van ik ga dat vak niet in, het is zwaar of zo? Valt dat mee? Hoe zie je dat? Nee, ik denk niet dat het een vooroordeel is. Ik denk meer dat het gewoon niet gezien wordt als keus. Maar ja, weet je, het geeft ook niet. Het is ook niet zo omdat ik het doe. Dat iedereen het maar moet doen. Ik vind vooral heel belangrijk dat je moet doen wat je leuk vindt. Verf die ruikt naar sinaasappels. Het kan echt. Dat bewijst Drost Coatings met de Devetel Supreme. Een hoogglanslak die voldoet aan de strenge Europese norm en het label OK Biobased mag dragen. Dit realiseert de fabrikant uit Venlo mede door het toepassen van een oplosmiddel uit de schil van citrusvruchten. Vandaar die geur. Drost voldoet met deze verf aan de steeds strengere milieueisen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Zo heeft Devetel Supreme een onderhoudsduur van 10 tot 12 jaar en een goede doordroging bij koude temperaturen, waardoor de verf met een mooie bolle glans nagenoeg het hele jaar bruikbaar is. In 2030 moet 50% van de verven biobased zijn. Dat is het streven van de Nederlandse verfindustrie. Stilzitten is geen optie en Drost wil zich laten zien als een fabrikant die aan het front meedoet. Als relatief kleine producent heeft het bedrijf als voordeel dat het snel en slagvaardig kan handelen. Overigens beperkt Drost Coating zich niet tot het verduurzamen van alleen de producten. Het bedrijf wekt 70% van zijn energievoorziening op via zonnepanelen. Het streven is dit op te schroeven naar 100%. Zo is Drost, dat al bestaat sinds 1899, klaar voor de toekomst. Ik beeldhouw en ik schilder portretten. En nu bent u met iets heel anders bezig, ook een houtimitatie of zo zie ik. Wat is dit? Ik ben met een houtimitatie voor Linova bezig. En hoe vindt u dat? Ik vind het hartstikke leuk, echt waar. Ik heb hier echt hele leuke dagen gehad. Ja. Ik vind het echt een hele leuke beurs. Met heel aparte mensen erin. Met vakgedreven mensen. En totaal idioot. Hoe oud ben je? 17. En je bent in opleiding voor schilder of je bent al schilder? Ik ben in opleiding voor schilder, ja. Welk jaar zit je? Zesde. Zesde? Ja. Doe je zo lang die opleiding? Nee, zo bedoel je. Nee, ik zit nog op school. Zeg maar, ik zit in opleiding, maar dan zit ik op school en dan... Dit is mijn laatste jaar en dan ben ik eigenlijk klaar. En waarom heb je voor dit vak gekozen? Nou, ik vind dit vak veel belangrijker dan de andere vakken. Want omdat dit vak, dat zorgt echt voor bijvoorbeeld voor resultaat, zeg maar, voor het hout. Je krijgt, zeg maar, het resultaat van het huis te zien. En dat vind ik eigenlijk gewoon het mooiste van alles. Jij bent hier cocktails aan het maken? Ja, ik ben mocktails aan het maken. Dat zijn cocktails zonder alcohol. En wat heeft dat met verven te maken of met schilderen? Het mengen van ingrediënten en ik tover ook met kleuren. Ik heb bijvoorbeeld een hele lekkere mocktail die gemaakt is van kittelbloemthee. En die is blauw, die kittelbloem, maar ik verander hem in paars. Zou ik die mogen uitproberen? Natuurlijk mag jij hem uitproberen. Ik ga hem voor je maken.
En hij wordt paars. Lekkere cocktail. En lijkt me een ideale moment om de dag af te sluiten. De beurs gaat nog even door. Wij sluiten dag 2 af en we hopen jullie morgen weer te zien bij dag 3.